Want vorig jaar had HEMA dringend geld nodig. Ja, het zat natuurlijk in dikke geldnood, het oer-Hollandse bedrijf HEMA. En wat blijkt nu, de staat heeft overwogen om aandelen te kopen om de HEMA te redden. Dat meldt NRC deze ochtend. Ze hadden een scenario klaar waarin er voor 50 miljoen euro aandelen gekocht zouden worden. En HEMA zou daarmee dus dan ook deels een staatsbedrijf worden. En de staat die zou daar echt pas op overgaan op het moment dat er geen deal gesloten kon worden met de schuldeisers. En dat er echt geen andere optie was. Nou, inmiddels weten we, is het in handen van Jumbo-familie Van Eert en private equity-investeerder Parkom. Dus het is niet zo ver gekomen, maar het was dus een serieuze overweging van de staat. Ja, toch wel opmerkelijk, Erik. Stel dat dit had gebeurd. Ja, ik bedoel, alles positief ten opzichte van de HEMA. Maar waarom de VND dan niet? Die hoort er ook bij Nederland. En daar was toch ook een... Ja, economisch belang bij gediend, denk ik dan. Dus die discussie had dan natuurlijk zeker volop gevoerd geweest. Dat denk ik zeker, ja. En gelukkig is het niet nodig geweest. Want ik vind, de staat moet zo weinig mogelijk in het bedrijfsleven opereren. Want ja, dat is toch concurrentiebederf. Hè? Waarom de een wel en de ander niet? Dat krijg je dan. Aan de andere kant, ja... Ik denk dat heel veel Nederlanders warme gevoelens hebben ten opzichte van de HEMA, toch? Ja, los daarvan, het is een van de grootste banketbakkers van het land. Ze maken heel veel oranje tompoes, om maar eens wat te noemen. U bent natuurlijk de voorzitter van de Oranjebond, dus het was te verwachten dat u even iets over de oranje tompoes En er is iemand jarig vandaag, dus misschien... Oké. Eerste jarig. Dank je wel. Goed, we gaan het...